vrienden, familie en leerlingen uit de sportschool. Tientallen mensen kwamen zaterdagavond naar Schiphol om Leidenaar Gerard van den Berg te verwelkomen. Afgelopen week slaagde hij in Zuid-Korea als eerste Nederlander ooit voor het 9e dan-examen taekwondo. Het hoogst haalbare in deze sport. Ondanks de bijzondere prestatie was de ontvangst toch een verrassing voor de taekwondo-grootmeester. Ja, dat was ongelooflijk weer natuurlijk. Dat is echt geweldig zoiets. Dat verwacht je niet. Je verwacht het niet. Je hoopt het wel, dat soort dingen, maar het is echt geweldig, dit soort dingen. Als de mensen zoveel aandacht aan je geven. Ik had dat al gezien aan alle appjes en de mailtjes die ik kreeg. Mijn telefoon ontplofte. Ja, ik ben er echt super trots op. Het is echt super geweldig. En zeker de aandacht die je dan krijgt op zo'n moment. Dat is echt leuk. Wat ga je nu doen? Wat ik nu ga doen? Uitrusten. Voorlopig even helemaal niks. Even alle blessures laten helen. Gewoon even lekker rustig, helemaal niks doen. Eigenlijk genieten van de dingen die ik gedaan heb de afgelopen anderhalf jaar. Zodat ik gewoon even goed kan herstellen. Ja, ik heb het doel bereikt, voorlopig eventjes.